Goedemiddag. Goedemiddag. De koopzondag, wat vindt u ervan? Nou, daar ben ik helemaal voor. Want? Ik vind, er zijn genoeg mensen die door de week moeten werken en op zaterdag. En dan zondags hebben ze vaak zoiets van, wat zullen we eens gaan doen? Wat is dan leuk om even het centrum in te gaan en te gaan shoppen? Nou, is er 10 juni een referendum in Ede? Ja. Gaat u naar het stembureau? Jazeker. Ja. En ik ben zeker voor de openstelling van de zondag. Kijk, op zondag wil ik ook wel een ijsje eten. Zou ik ook heel vervelend vinden als het dan de winkel dicht moet zijn omdat er gezegd wordt dat het niet kan. Dus mij maakt het niet uit. Als ik er behoefte aan heb om te gaan winkelen, vind ik het prettig dat de winkels ook open zijn. Gaat u stemmen? Ik ga stemmen, ja. De koopzondag, wat vindt u daarvan? Ja, voor mij mag die gewoon bestaan in Ede. Ja, en 10 juni, dan kunt u naar het stembureau. Gaat u dat ook doen? Ja, ik ga stemmen. Nou, ik vind het wel lekker. Ja, ik ben voor. Goed idee, maar dan moet het wel zo zijn dat de winkels zelf kunnen kiezen of ze ook echt open gaan op zondag of niet. En jij? Ik denk eigenlijk hetzelfde over. Grote winkels, supermarkten moeten open. Maar voor de rest, ja, kleine particulieren moeten toch wel kunnen kiezen voordat ze erg toegedwongen worden. Ja. 10 juni dus referendum. Gaan jullie ook naar het stembureau? Ja. Mevrouw, de koopzondag, 10 juni referendum in Ede. Wat vindt u van de koopzondag? Nou, ik vind dat de koopzondag er wel door mag komen. Want? Ja, ik vind dat de mensen vrij moeten zijn om op zondag ook te gaan winkelen. En de winkeliers zijn vrij om open te gaan of niet. En om dat zelf te beslissen. Maar nu wordt het eigenlijk bepaald door de christelijke partijen vooral. Die zeggen van, we zijn tegen, zondag is een rustdag. Dus 10 juni na het stembureau, dat zit er voor u wel in? Ja, voor ons hele gezin. We gaan allemaal. Koopzondag, 10 juni is een referendum in Ede. Wat is uw mening over de koopzondag? Nou, mijn mening is dat het al lang van deze tijd is om een paar keer per jaar sowieso een zondag mee te doen. Dus wat u betreft? Ja. Wat vindt u van de koopzondag? Nou, voor mij hoeft het niet per se. Ik vind het alleen wel belangrijk dat bijvoorbeeld wat supermarkten open zijn. Dus dan, ja, want u kunt natuurlijk voor een aantal mogelijkheden kiezen bij dat referendum. Heeft u daar al zich in verdiept? Nee, daar heb ik nog niet in verdiept. Nee, ik dacht dat zie ik wel als ik daar ben. Oké, meneer, wat is uw mening? Nou, hetzelfde. Wat lief. Ja, hetzelfde. Ja. Jullie gaan in ieder geval naar het stembureau? Ik denk het wel, ja. Oké, succes. Ja, dankjewel. Mevrouw, 10 juni is er een referendum in Ede over de koopzondag. Wat is uw mening over de koopzondag? Ja, ik ben er niet voor. Ik zou zeggen, laat de zondag lekker de zondag. En je hebt tijd genoeg om op andere dagen je boodschappen te doen. Gaat u ook naar het stembureau op 10 juni? Jazeker, ja. En dan gaat u dus tegenstemmen? Ja, 3 keer nee. Wat is jullie mening over de koopzondag? Gewoon doen. Leuk, ja. Leuk, druk, gezellig. Doen. Wat moet je anders op de zondag, hè? Oké, dames, 10 juni is er een referendum in Ede over de koopzondag. Wat is jullie mening? Of mag ik al zeggen wat ik ga stemmen dan? Ja, u mag alles zeggen. Nou, ik denk dat ik gewoon voor zal gaan stemmen. Want? Maar dat heeft meer te maken. Iedereen mag daar zijn eigen keuze in maken. Want je hoeft niet per se te gaan op zondag, hè? Klopt. Dat is net zoals dat er dingen op tv komen en die je niet wil zien. Dan kun je ook, er zit ook een knop op. Dus dan haal je het eraf. Dus daarom wil ik die keuze aan iedereen overlaten. Dank u wel voor uw mening. Alsjeblieft. Mevrouw, de koopzondag komt eraan. 10 juni is er een referendum in Ede. Wat is uw mening over de koopzondag? Nou, van mij mag het. Dus u gaat 10 juni voorstemmen? Ja, ik ga voorstemmen. Dank u wel.